Onder ons. Wat denk jij? Gaat Matthias het ooit maken in de televisiebusiness? Denk het wel. Eerlijk, hè? Ja, maar echt waar. Echt waar. Het zit erin, hè? Volgens jou zit erin? Ja. Zeker. En jij, Matthias? Wat denk jij van Robrecht? Ja, als ik zijn kwaliteit op de radio hoor, dan ben ik daar gewoon zeker van. Als wij de kans krijgen om later op de radio te kunnen, dan... Of op televisie, dan zie je er dik in, ja. Maar jullie geloven nu in ieder geval in elkaar, hè? Zeker. Ik laat jullie nu. You're on your own. Get ready. Zit hier binnen in de loge. Mm-hmm. Doe dat goed, zou ik zeggen. Succes met het interview. De camera loopt binnen 2 seconden. Klaar. En actie. Ja, wij staan hier nu voor de loge van Get Ready. En wij krijgen een exclusieve toegang tot die loge. Dus staat erop, Get Ready en Lilian Saint-Pierre. Zij zijn de nummer 1 in België op dit moment. En wij gaan ze interviewen. Kom, Matthias. Wie is dat? Hallo. Hey. Oh. Goeiedag. Hey. Get Ready! Hoeveel exemplaren hebben jullie verkocht van jullie vorige CD? 2 miljoen. Plus minus 80.000 exemplaren. Dus en wat vinden jullie daarvan? Fantastisch. Vinden jullie jezelf good looking guys? Nee. No way. No way. Dus elke dag zo van, oh mensen, wat is in mijn slechtheid omdat we zo vermoeid zijn. Maar ik vind dat niet. We zijn 4 gewone gasten. We zijn niet lelijk, maar ook niet super schoon. Maar dat is ook niet belangrijk, denk ik. Het belangrijkste is het innerlijke. Ja, kom, ik heb een gave huid. Ah, dat kan